De Sassenheimse motorrederij. Zo begon het ooit. Ontstaan vanuit de ondernemersgeest van Gerard Wesseling. Gebouwd op het vertrouwen van Sassenheimse investeerders. Een klein bedrijf dat in de eeuw daarna zou groeien tot een internationaal en logistiek dienstverlener. Een bedrijf dat al 115 jaar in beweging is. Eerst over water. Van lokaal transport van granen, bloembollen en stukgoederen naar een succesvolle vervoerder met een eigen beurtvaart naar de havens en de kop van Noord-Holland. Groeien door altijd te streven naar de beste dienstverlening. Door verder te gaan, nieuwe wegen te bewandelen. Door te luisteren naar de markt, mee te gaan met de klant. Door gehoor te geven aan wensen, ongeacht hoeveel eisend en uitdagend de vraag ook is. Door te bouwen en te blijven bouwen. Ruimte creëren om te ondernemen. Met durf om te innoveren. Lef om te investeren. Altijd inspelen op een veranderende logistieke sector. Want wie zich wil onderscheiden, moet kwaliteit en toegevoegde waarde bieden. Meegaan met de nieuwste ontwikkeling, omdat stilstaan achteruitgang is. En investeren in mensen, want mensen maken het verschil. Internationaal succesvol zijn, door samen te werken met de wil om het gezamenlijk belang voorop te stellen. Want met goed samenwerken kom je verder. Ook vandaag de dag blijven innoveren, meegaan met de tijd. Om concurrerend te blijven, de beste logistieke dienstverlening te leveren en het bedrijf gezond door te kunnen geven aan de volgende generatie. Van beurtschipper naar vervoerder op vier wielen, van transportbedrijf tot logistiek dienstverlener. Al vier generaties lang, doorgegeven van vader op zoon, voortvarend met de juiste ondernemersmentaliteit, voortbordurend op traditionele waarden. En met een innoverende blik op logistiek blijven bouwen aan oplossingen om klanten verder te helpen. 115 jaar geleden, vandaag en morgen.